De informateur is bekend en die wil tempo maken. Vanavond om 7 uur trapte in de raadzaal burgemeester Ton Heerts het zogenaamde duidingsdebat af. Oké, beste mensen, welkom bij deze bijeenkomst, moet ik eigenlijk zeggen, van het duidingsdebat van de verkiezingen van 17 maart 2022 in Apeldoorn. Welkom allemaal. Welkom aan de mensen die gisteren te horen hebben gekregen dat ze gekozen zijn in de raad. Gefeliciteerd daar ook mee. Anderen hebben natuurlijk weer andere, wat voor de ene een overwinning is, voor de andere een teleurstelling uiteraard. Ik denk dat voor ons allemaal een teleurstelling is in heel Nederland, maar ook in Apeldoorn, dat het opkomstpercentage lager is geweest dan voorgaande verkiezingen. Dus in de democratie is er denk ik voor ons allemaal heel veel werk, niet alleen in Apeldoorn, maar in heel Nederland. Maar dat gezegd zijnde, ook weer vandaag een bijzondere dag natuurlijk, waarbij we ook het nieuwe hybride vergaderen weer testen, want twee lijsttrekkers die zitten thuis. De heer Huizer en mevrouw Bihari, dus die nemen digitaal deel. Ze zwaaien al. Voor de mensen die het ook volgen, het is niet een officiële raadsvergadering. Daarom heb ik ook niet de ambtsketen om, maar het is een bijeenkomst waarbij de lijsttrekkers, beoogde fractievoorzitters of wat we daar ook van gaan horen, met elkaar van gedachten wisselen. Alle lijsttrekkers kregen het woord en gaven hun visie op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Mag ik beginnen met het woord te geven aan de heer Joon van de VVD? Ja, dank u wel, voorzitter. Mooi moment. Ook wel bijzonder dat wij hier, zo zeiden we net tegen elkaar, weer zo lekker naast elkaar zitten in deze raadzaal. Dat is ook wel bijzonder. Nou, ik wil even terugkijken en ook uiteraard vooruitkijken. We hebben winnaars en verliezers meegemaakt gisteravond. En dat doet voor sommigen pijn. Voor sommigen schept dat vreugde, dat begrijp ik ook. En anderen hebben behoud gehad van wat ze hadden en zijn daar ook waarschijnlijk en hopelijk tevreden mee. We hebben de afgelopen 4 jaar ontzettend prettig samengewerkt met jullie allen. Maar zeker ook in de coalitie kan ik zeggen wat ik heb meegemaakt. En ik wilde met name ook het CDA daarvoor bedanken die jullie... Nou, toch wel, vind ik in ieder geval ook, een behoorlijke tegenvaller hebben gehad gisteren. En dat doet ons ook pijn, want dat had ik ook echt niet verwacht. En in ieder geval onwijs veel dank voor de afgelopen jaren die we hebben gehad. En volgens mij hebben we hartstikke veel bereikt met elkaar. Dus onze dank daarvoor. Laat ik daar maar mee beginnen. En dan tegelijk natuurlijk aan de anderen die wat verloren hebben, maar wat minder. Ook dank en niet leuk uiteraard, ondanks dat iedereen een ontzettend goede campagne heeft gevoerd. Gefeliciteerd aan de winnaars en aan ook de nieuwe partijen die hier in ons midden is. Wat dat betreft, dat is ook een mooi moment voor ze. En laten we hopen dat wat wij gehad hebben de afgelopen jaren, dat wil zeggen dat wij een intensieve samenwerking hebben meegemaakt. Zowel oppositie als coalitie. We hebben het laatste jaar met een minderheidscoalitie gewerkt. En daar hebben we eigenlijk helemaal niets van gemerkt. Dus, en dat is wel tekenend voor de samenwerking die wij hier in Apeldoorn met elkaar hebben. Dat betekent ook verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid krijgen en verantwoordelijkheid nemen. Nou, de VVD neemt in ieder geval de verantwoordelijkheid om als informateur te gaan optreden hier. En de gesprekken die we zullen uitvoeren, die doen wij ook graag zo snel mogelijk. En die zullen wij in eerste instantie samenvoeren met lokaal Apeldoorn. Ook de partij die gewonnen heeft en qua zetels even groot is als de VVD. En wij vinden het een goed idee om dat dan ook maar meteen uit te stralen. Ik heb al een planning gemaakt voor de gesprekken. Na vanavond, want ik heb het duidingsdebat afgewacht, zal ik jullie de planning sturen voor de komende weken. Maar hou er maar rekening mee dat we in heel hoog tempo aan de slag gaan. We nemen de handschoen aan van collega Joon, zal ik maar zeggen, als het gaat over de verkenning met de partijen die we samen op willen zetten. Dat is wat ons betreft een prima idee. We zien voor de komende jaren dusdanig veel opgaves dat we goed moeten nadenken met elkaar hoe we dat op een goede manier kunnen doen. Afgelopen raadsperiode zijn belangrijke kaders democratisch vastgesteld. En de heer Joon refereerde hier ook al aan.
Apeldoorn 2040, omgevingsvisie, kadernota, maatschappelijke ontwikkeling. En alle wachten nu op concrete uitvoeringsplannen en vervolgens daadwerkelijke uitvoering. Maar ook het proces van de energietransitie zal veel van ons vragen. Opdat iedereen deze verandering ook kan meemaken. En ik zie uit naar de samenwerking met jullie allemaal. Bekende collega's waar ik de afgelopen 4 jaar al mee heb samengewerkt. En nieuwe collega's. Ik zie ernaar uit om jullie te leren kennen. En te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij vanuit onze positie zullen er alles aan doen. Om ook met name degenen die niet de gang naar de stembus gemaakt hebben. Een podium te geven. En een gelegenheid te geven zoals ongetwijfeld alle raadsleden dat zullen doen. Om hun zorgen en problemen en inzichten met ons te delen. Want ik denk dat wij een hele open raad zijn hier in Apeldoorn. En ik denk dat dat niet genoeg benadrukt kan worden. We zullen de komende jaren met een fris team aan de slag gaan. In deze gemeenteraad opereren. Overtuigd van de waarde van ons verhaal, van onze christendemocratie. En de waarde die het heeft voor onze Apeldoornse samenleving. En we gaan met enthousiasme aan de slag met onze ideeën. En we komen, en dat beloof ik u, over 4 jaar sterker terug dan ooit. De verkiezingen. Iedere keer is het een heel ingrijpend gebeuren. Voor fracties, mensen uit verschillende partijen die ook bij de verkiezingscampagnes betrokken zijn. En natuurlijk ook richting de kiezers om je op de hoogte te stellen van wat willen al die partijen. En iedere keer neemt het aantal partijen toe. Het is ook best moeilijk om daar een overzicht op te krijgen van hoe doen partijen dat. De kiezer heeft gesproken. De uitslag is zo goed als rond. We moeten nog even afwachten tot aanstaande maandag tot het definitief is. Misschien dat er nog voorkeursretels bij wijze van spreken kunnen komen. Maar de uitslag is op zich bekend. Dat u ging verkennen, dat was wel helder. Maar wat mij enigszins verraste is dat u die gesprekken samen gaat doen met lokaal. Van waar oplossing? Ja, nou, we weten dat er in de totale telling dat er wat verschil is uiteraard in aantal stemmen. Hè, dat wij echt wel de grootste zijn. Maar we hebben alle 2 6 zetels. We hebben elkaar natuurlijk de afgelopen 4 jaar ook meegemaakt. Je kunt op zich goed met elkaar vinden. En we vinden het prima dat de 2 grote partijen gewoon in deze gesprekken het initiatief nemen en dat samen doen. Verder gaat u voortvarend aan het werk. Dan durft u vast ook wel een termijn te stellen. Nee, dat is echt heel lastig. Het zijn de eerste ronde gesprekken die echt verkennend zijn met elkaar. En we beginnen met allemaal, dat vonden we ook wel hartstikke mooi. We gaan gewoon iedereen spreken. En naarmate de rondes verder gaan, ja, dan zullen er op een gegeven moment keuzes gemaakt moeten worden. En daarna zullen ook nog wel nader onderhandelingen gedaan moeten worden. Nou, die planning heb ik nog niet gemaakt. Het is eerst echt nadere kennismaking. Van hooguit naar laag een beetje kijken van nou ja, wat zijn de thema's die er voor iedereen spelen. En dan gaan we vanuit daar gaan we verder. Gaat u voor een meerderheid? Want dan zou je kunnen zeggen VVD, lokaal, GroenLinks, dan zitten we al op 16. Of gaat u voor heel breed? Want dan kunt u naar 6 wethouder. Nou ja, dat is echt wel afhankelijk van wat er uit die gesprekken gaat komen. Dat kan ik zo nog niet zeggen. Normaal is altijd natuurlijk een meerderheid. Al hebben we de afgelopen jaar met een minderheid gedaan en dat ging ook heel erg goed. Echt op inhoud hebben we ook veel bereikt met de hele raad samen. Dus een meerderheid is niet verplicht, maar is wel normaal het uitgangspunt. Ik heb ook nogal wat open sollicitaties gehoord. Ja, leuk hè, maar dat is ook natuurlijk heel logisch. Ik denk dat er een heleboel partijen zijn die verantwoordelijkheid willen nemen en in de coalitie terecht willen komen. En ook in het bestuur, zeg maar, met een wethouder. Snap ik ook en ook ontzettend goed van ze. Ik wens u wijsheid. Ja, er valt wat te kiezen. Dank u wel.